Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van Modea. We gaan verder met onze les 5. Dus we zijn bezig aan een gratis lessenreeks van 12 video's. Waarin ik jullie eigenlijk alles ga vertellen over hetgene dat je moet weten voordat je begint met naaien. Omdat ik heel veel fouten zie gebeuren of veel mensen heb die de raad vragen. En die zeggen van kijk, ik wil iets maken maar het lukt mij nooit. En meestal ligt het eigenlijk niet per se aan het feit of dat ze kunnen naaien of niet kunnen naaien, maar voornamelijk aan het gebrek van kennis dat je moet hebben voordat je begint met naaien. Het gaat voornamelijk over spanningen, over steken, over welke soort stoffen, over samenstellingen, over al zo van die dingen, dat je eigenlijk niet weet voordat je begint met naaien. Dus daarom deze lessenreeks. En vandaag gaan we het hebben over steken. Dus eigenlijk onze naaimachine heeft een aantal, dus een volledig gamma aan steken. En de vraag is natuurlijk, hoeveel steken gebruiken we daarvan op het einde van de rit? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier een 68-tal steken op mijn machine staan. En ik denk dat ik een 10-tal steken vaak gebruik. Er zijn een aantal steken dat ik niet gebruik. En ik ben me daar bewust van. Daarom had ik ook eens op de Facebookpagina, op de Facebookgroep van Beginnen Naaien met Modea, waar dat je trouwens lid van kan worden, had ik de vraag gesteld van hoe zit dat bij jullie eigenlijk? Jullie hebben ook een heel aantal steken op jullie machine en gebruik je die effectief? En weet je eigenlijk waarvoor dat die steken dienen? Heb je dat handboekje dat bij je machine zat, heb je dat al een keer uitgeplozen en heb je al een keer gekeken naar welke soort steken dat je hebt en waar die voor dienen? Natuurlijk, wanneer dat je kijkt, van mij zit dat hier aan de bovenkant van mijn naaimachine. Als ik de flap hier open doe, dan zie je dat mijn steken hier bovenaan aangeduid staan. En nu zijn er een aantal dingen dat je moet weten wanneer dat je kijkt naar je handleiding of naar je stukje hier. Van mij is dat hier zo'n soort legende. En daar staat dat van mij eigenlijk op. Wat dat wel super praktisch is bij FAF, vind ik, dat dat hier opgeschreven staat, zodanig als ik iets zoek, dan moet ik eigenlijk mijn handboekje er niet bij gaan nemen, maar kan ik dat eigenlijk onmiddellijk gaan zien aan de flap van mijn naaimachine. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal soort steken. Eigenlijk kan je ze categoriseren onder drie. Ik vind dat je ze kan opdelen in drie soorten steken, dus in drie groepen. En dat zijn de functionele steken, dus de praktische steken, dat je echt gebruikt om te naaien. Dus zonder die steken kan je gewoon simpelweg geen kledingstuk in elkaar steken. Dan heb je de decoratieve steken. Dat zijn de steken dat je gebruikt om een decoratie aan te brengen op je kledingstuk. Bijvoorbeeld denk aan een speciaal effect aan de zoom. Of je bent een dekentje aan het maken en je wil daarmee bijvoorbeeld rondom rond of een lijn of zo van die dingen. Dus dat zijn decoratieve steken. En dan heb je nog eigenlijk een derde groep en dat zijn de afwerkingssteken. Want eigenlijk kan je met je naaimachine een volledig kledingstuk gaan maken zonder dat je een andere machine nodig hebt. Natuurlijk, veel van ons hebben een overlock en ik ga eerlijk zijn, ik zou hem ook niet meer kunnen missen. Ik kan mijn overlock niet meer missen, gewoon puur omdat het zo'n mooie afwerking heeft en het is zo praktisch in gebruik, dat ik alleen met mijn naaimachine, bijvoorbeeld zonder mijn overlock, moest ik die nu niet hebben, zou ik het wel missen. Ik zou mijn overlock missen. Maar als ik geen overlock had, dan zou ik niet weten wat ik mis. Dus daarom heb je eigenlijk ook nog je afwerkingssteken. En ik denk dat bij veel mensen, als je goed kijkt naar je gamma aan steken die je op je naaimachine ter jouw beschikking hebt, denk ik dat je die ook een keer voor jezelf moet gaan opdelen van wat zijn mijn decoratieve steken, wat vind ik een decoratieve steek, wat vind ik een afwerkingssteek en wat vind ik een praktische steek. Dus een effectieve, functionele steek. Natuurlijk, als je zegt van voor mij bijvoorbeeld zitten er hier ook drie opties op. Dus als je ziet, ik ga jullie straks een keer een beetje dichterbij nemen, zodat je dat heel goed ziet. Van mij is mijn bovenste deel ook opgedeeld in drie groepen. Maar dat gaat eigenlijk voornamelijk over de functionele steken. Wat zit er daarin? Rechte steken, zigzagsteken, rekbare steken, afwerkingssteken, knoopsgatsteken. En dan zitten er nog zo'n aantal honingraadsteken in dat je kan gebruiken, ook voor afwerking en ook functioneel om je stukken mee af te werken of te verstevigen. Ik heb dan ook een optie quilt, want mijn Expression 2028 van FAF, dat is eigenlijk een naaimachine die ook vaak verkocht wordt om te quilten. Dat is al een oude machine. Ik
ga daar heel eerlijk in zijn. Ik heb die machine al meer dan 15 jaar. Ik naai ook nu dit jaar 20 jaar. Dus ik moet wel zeggen dat die quiltsteken, heb ik dat al vaak gebruikt? Nee. Dus zo zie maar, dat wil niet altijd zeggen dat je een super dure machine nodig hebt. Of dat je denkt van, ja, maar er zitten meer steken op. Ja, al goed dat wel, maar ga je ze gebruiken? Is het de meerwaarde aan de prijs verbonden? Stel, je zegt van, ik ga die decoratieve steken niet vaak gebruiken, want ik heb er hier een heel deel. Ik heb hier 30, 34 steken die decoratief zijn. Dus die niet functioneel inzetbaar zijn. Als ik dan nu geweten had, wat ik daar dus 15 jaar lang mee ging maken, ging ik waarschijnlijk de kost niet gedaan hebben om die decoratieve steken erbij te hebben. Heb ik ze al gebruikt? Er zit hier bijvoorbeeld een takje in met blaadjes aan. Dat heb ik al gebruikt. De sterretjes heb ik al gebruikt. Die blaadjes om te borduren heb ik ook ergens een keer voor het een of het ander gebruikt. En er zitten daar ook twee knoopsgatsteken in. Dus de mantelknoopsgatsteek zit er daarin en de gewone knoopsgatsteek. Je moet altijd heel goed nadenken over wat je ermee gaat doen. Ga ik kledij maken? Ga ik quilten? Wil ik gaan borduren? Natuurlijk, wanneer je je eerste machine koopt, is dat een heel moeilijke vraag. Want je weet eigenlijk totaal nog niet wat dat je gaat doen. Wat ga je maken? Waar ligt jouw interesse? Als je ziet van, ik ga bijvoorbeeld tassen gaan maken, dan zou ik eerder kijken naar een machine waar dat je echt met power zit. Waar je bijvoorbeeld, de Singer Heavy Duty bijvoorbeeld, is een hele prijskwaliteit goede machine. Minder steken, maar heel stevig. Dus die Singer Heavy Duty, hele stevige machine, relatief goedkoop. Ik denk dat die rond de 500 euro draait ongeveer. Dit is 1500 euro. 20 jaar, 15 jaar geleden, dus dat was een hele dure machine. Maar aan de andere kant, heb ik daar nu zoveel van gebruikt? Ja, dat is dan moeilijker. En aan de andere kant moet je ook bewust zijn van het feit, vroeger zeiden ze, Singer, goede machines, beter dan de andere. Maar nu zitten we eigenlijk al met heel veel plastic onderdelen. Dat is eigenlijk nu waar de prijs in verschil zit. Dus als je zegt van ik wil een machine waar er heel veel metalen onderdelen in zitten, dan ga je een duurder prijs betalen dan een machine waar dat eigenlijk een beetje, in het West-Vlaams zeggen we dat in puppetug. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de machine waarvan je denkt van ja, misschien 2-3 jaar ga ik ermee kunnen steken en dan ga ik er sowieso iets hebben die er kapot aan is. Dus mijn steken worden ook onderverdeeld in functionele steken, quiltsteken en decoratieve steken. Dus eigenlijk moet je voor jezelf ook een keer gaan kijken, hoe kan ik mijn steken gaan onderverdelen en is de onderverdeling dat de fabrikant gemaakt heeft juist voor mij. Wat kan je ook doen, en dat vond ik een hele goede tip, want er was iemand op de groep die dat zei, om een stekenboekje te maken. Stel bijvoorbeeld, je zegt van, ik heb mijn steken allemaal, ik vind dat moeilijk, in dat boekje, in mijn handleiding. Ik moet dan die handleiding gaan zoeken. Ik vergeet dat dan. Ik weet dan niet meer waar dat ligt. Of geraakt dat ik weet, zoals ik. En dan begint het. Maar wat je eigenlijk ook kan doen, is inderdaad op stukjes stof. En dan denk ik aan stukjes stof die functioneel zijn voor je steek. Dus de functionele steken kan je doen bijvoorbeeld op een katoen. Denk maar aan een calico bijvoorbeeld. Iets dat je nodig hebt om af en toe keer een passtuk in te maken. Of een licht katoentje. Vouw dat katoentje dubbel. Want op een enkele laag stof altijd een beetje moeilijk. Vouw dat katoentje dubbel. En leg dat daar een keer onder. En maak een keer al die steken. Hangt dat aan je muur eventueel. Zodanig dat je onmiddellijk weet. Ah, kijk, die steek ga ik gebruiken. Stel dat je dit niet hebt. Stel dat het hier niet opgeschreven staat. Zoals van mij. Is dat een optie om dat te doen. Hangt dat aan je muur. Leg dat ergens bij je. Maak daar een map van, desnoods. Ieder steekje apart. Schrijf erbij waarvoor, welke stof dat je dat kan gebruiken. Welke patronen of welke projecten dat je daarvoor gebruikt hebt. En daar kan je eigenlijk van je eigen steken een beetje een soort naslagwerk gaan maken. Wat dat wel vrij interessant is. Maar die functionele steken, dat zijn steken dat je effectief gaat gebruiken. Wat is nu het verschil? Je functionele steken heb je nodig om je kledingstuk in elkaar te steken. Denk aan je rechte steek. De gewone, normale, rechte steek. Zonder die steek kan je niet werken. Maar je kan wel veel dingen doen met die rechte steek.
Als je wil weten hoe dat je die spanningsschijven kan gaan bedienen, dus je bovenspanning en je onderspanning, moet je zeker ook een keer gaan kijken naar onze eerste les, want die ging over de bovenspanning en de onderspanning van je machine en hoe dat je die kan inzetten om met je steken andere resultaten te krijgen. Maar denk aan je rechte steek. Je rechte steek kan je gebruiken om 1 te stikken, te bustikken en om te fronsen, te rijgen. Hey, al zo'n dingen. Hey. Je zomen te maken, je mouwen in te leggen, al zo'n toestanden. Dus dat is eigenlijk je functionele steek dat je het meeste gaat gebruiken. Maar die ene steek kan je wel inzetten voor meerdere dingen. Ik gebruik mijn rechte steek voornamelijk in de gewone lengte. De gewone lengte wil zeggen dat je per centimeter 3 steken hebt. Dat is een normale steeklengte. Je meet de centimeter en in die centimeter moeten er 2 à 3 steken zitten. Ik pak 3 steken omdat ik dan zeker ben dat die relatief goed zit. Denk altijd aan je spanning. Hé? Maar je spanning moet goed staan voor je rechte steek. Want anders heb je dus niet die trekkracht van je bovendraad die onderdraad tegen die stof duwt. Want die maakt een lusje rond je onderdraad en die trekt dat tegen je stof. Hé? Heel belangrijk. Zeker een keer gaan kijken naar de eerste video als je dat wil weten. Maar je rechte steek kan je gebruiken voor zoveel dingen. Ik gebruik mijn rechte steek in een grotere steeklengte. Ik heb hier een computertje. Ik kan hier het een en ander gaan veranderen aan mijn rechte steek. Bijvoorbeeld als ik hem aanleg, dan kan ik... Een knopje aanleggen. Als ik mijn paneeltje hier zie aan de voorkant, dan kan ik mijn lengte van mijn steek gaan veranderen. Ik kan ook mijn... positie van mijn naald gaan verschuiven. Dus meer naar de linkerkant, meer naar de rechterkant. Zeer interessant wanneer je een rits moet insteken. Dus ook een keer goed kijken, wat kan ik eigenlijk allemaal bedienen aan mijn machine met mijn steken. Kan ik mijn naald verplaatsen? Kan ik mijn steeklengte aanpassen? En ik kan mijn spanning aanpassen. Rechte steek gebruik ik om te stikken van mijn naden. Ik gebruik ook mijn rechte steken om stukken in elkaar te rijgen. Waarom? Het is veel makkelijker, veel efficiënter en het is veel minder tijdrovend. Allee, stel je wel gewoon een keer je zijnaden en je schoudernaad in elkaar steken, gewoon om een keer te kunnen passen van, zit dat goed? Heb ik genoeg ruimte in dat kledingstuk? Stik dat gewoon met een rechte steek op een grote steeklengte vast, zodanig dat je dat daar gewoon weer kan uithalen en dat is heel vlot. Maar wanneer je dat gaat rijgen met je hand, kan ik je verzekeren dat je waarschijnlijk langer bezig gaat zijn dan wanneer je dat gewoon een keer stikt. Je machine is functioneel. Eigenlijk moet je geen handwerk doen wanneer je je machine optimaal gebruikt. Wanneer je die steken optimaal inzet, heb je eigenlijk geen handwerk nodig. Is handwerk goed? Ja, omdat je soms meer controle hebt op een afwerking met de hand dan wanneer je dat hebt op je machine. Denk een mouwgat bijvoorbeeld dat je nog iets moet gaan aan doen of je wil je schouders gaan dichtstikken. Denk aan een laddersteek. Met de hand is altijd een goede optie om je afwerking met je machine niet te moeten doen, maar dan wel met de hand meer controle te hebben daarover. Dus dat is eigenlijk wel iets waar je moet bij bewust zijn van welke afwerking ga ik doen? Kan ik dat met de hand doen? Kan ik dat met mijn machine doen? Wat zijn de voor- en de nadelen met de hand? Wat zijn de voor- en nadelen met mijn machine? Ik ga dat gebruiken, mijn rechte steek. Stikken, rijgen. Ik ga dat ook gebruiken om te fronsen. Als ik frons, dan ga ik mijn steekspanning verhogen. Zodanig dat de spanning hoger is. En ga ik mijn steeklengte vergroten. Zodanig dat over... Eigenlijk moet je het zo zien. Hè? Mijn naald gaat in mijn stof. Er zit een volledige ruimte tussen. En hij gaat weer in die stof. En ondertussen door de spanning, wat doet hij? Hij verzamelt mijn stof. Steekspanning, verzamelen van stof. Steek, verzamelen. Steek, verzamelen. Steek, verzamelen. Zo ga je gaan fronsen. Mijn zigzag ben ik super grote fan van. Ik ben absoluut team zigzag. Waarom? Ik gebruik mijn zigzag enorm veel. Ik heb veel mensen die zeggen van sinds ik mijn overlock heb, gebruik ik die zigzag zelden als nooit meer. Eigenlijk is dat jammer. Want je zigzag is een super waardevolle steek. Het enige probleem met een zigzag is als je je naden wil openstreken dat die optie wegvalt. Maar wat gebeurt er? Je zigzag maakt eigenlijk op die manier, hé, zie je, die breedte, je rechte steek stikt zo. Dus dat is één lijn.
Als je dat openstreekt, dan kan je dat mooi openstreken, die naad. Wanneer je een zigzag gebruikt in plaats van een rechte steek, dan heb je een bredere ruimte tussen waar je naald neerkomt. Terwijl een rechte steek is zo en een zigzag is zo. Dus dat wil zeggen, als je met een naad stikt met een zigzag, is openstreken geen optie meer. Maar je naad is wel enorm, enorm rekbaar. Je zigzag is een van de sterkste steken dat je kan hebben op je machine. Ik gebruik hem vaak, heel vaak. En ik ga ook zeggen waarom. Als ik bijvoorbeeld de naad van een broek stik aan de achterkant, dan ga ik ook een andere steek gebruiken dan gewoon mijn rechte steek. Ik zou wel een keer durven met een zigzag stikken. En nu denk je van, waarom? Gewoon om het feit... Die naad, die achterste naad van je broek, er staat daar zoveel stress op. Want we gaan zitten, we gaan bewegen, we gaan van alles gaan doen. En we hebben hier een volume aan de achterkant van je poep. Hé? De meeste mensen. Heb je platte poep? Ja, dan heb je ook problemen. Hé? Maar stel dat je een hele ronde poep hebt, dan heb je dat ook. Dat eigenlijk zit er daar enorm veel stress op die naad. En dan zou ik al rap een keer zeggen van, ik ga een stukje met die zigzag steken. Veel mensen zeggen van, ja, maar ja, is mijn naad dan stevig genoeg? Ik kan je verzekeren dat die naad veel steviger is dan wanneer je dat met een rechte steek stikt. Er is nog een andere functionele steek op mijn machine. Ik ga straks een keer al die steken doen, zodanig dat je ze ook ziet. Hè. Ik ga een paar tips geven voor decoratieve steken. Maar ja, ik gebruik ze niet zoveel. Hè. En ik ga een paar tips geven voor de rechte steken. Ik ga een keer fronsen, ik ga een keer rijgen, ik ga mijn zigzag gebruiken. Ik ga tonen wat ik bedoel met dat openstrijken, zodat je dat allemaal ziet. En ik ga ook een flat lock lookalike tonen, dat je kan gebruiken. Maar ik ga er ook van eerst keer bij zeggen wanneer wel en wanneer niet. Want ik heb hem uitgetest en ik was er heel blij mee, maar er zit toch een aantal nadelen aan dat je toch wel goed bewust moet van zijn. Er is nog een andere steek en dat is een verstevigende steek op mijn machine. Wat doet die steek? Mijn gewone steek doet dit. Die stikt gewoon iedere keer om de zoveel millimeter. Maar mijn overstevigende steek, die stikt en die keert terug tot in de helft van mijn eerste steek om dan door te stikken en die doet eigenlijk constant dit. Dus die haalt zichzelf constant voor de helft weer in. Wat is het voordeel? Super stevig, maar hij haalt zichzelf in. Dus dat wil dat zeggen dat je eigenlijk een super stevige steek hebt. Maar het nadeel is, als je die steek moet losmaken omdat je gemist hebt, ik kan jou verzekeren, het is de hel. Echt de hel. Dus ik gebruik hem niet vaak. Ik ben overgestapt. Op een bepaald moment had ik zoiets vrij interessant. Laten we die steek gebruiken. Hé. En dan maakte ik een fout, want dat gebeurt. Ik bedoel, na 20 jaar, maar dat wil niet zeggen dat ik niks verkeerd doe. En dan miste ik. En dan moest ik dat los doen. En dat was echt de hel. Dat was echt de hel. Dus ik ga hem ook een keer tonen. En je gaat denk ik onmiddellijk zien waarom dat ik dat zeg. Maar wanneer zou ik die steek bijvoorbeeld ook gebruiken? Als ik mijn zigzag niet gebruik. Is ook weer om die bilnaden. Om die naden waar dat er zoveel stress op staat. Denk aan. En iedereen die een man heeft. Die bredere schouders heeft. Gaat dat snappen. Of vrouwen met bredere schouders, maakt niet uit. Ik wil niet discrimineren. Hey, maar stel dat je een middenrugnaad hebt. En je hebt toch relatief brede schouders. En je doet dit. Dan zit er daar enorm veel stress op de breedte van die maat. Hey, je naad loopt zo. Maar over die breedte van dat lichaam. Omdat dat volume vergrotert. Waar je strekt je armen. Zit er enorm veel stress op die middenrugnaad. En wat ga je dan vaak hebben? Dat knak zegt. Dat je draad springt. Ook aan zomen bijvoorbeeld. Van smallere rokjes. Als je dat niet stikt of niet met de hand naait. Dan ga je dat merken wanneer je neerzit dat knakt. Dat zijn allemaal dingen die je moet bewust van zijn. Wat ga ik stikken? Zit er stress op die naad? Zo ja. Welke steek ga ik gebruiken om die stress te gaan opvangen? Moet dat een rekbare steek zijn? Moet die naad rekken? Moet die zoom rekken? Moet ik een rekbare steek gebruiken? Wil ik mijn naad openstreken? Moet ik een openstreken naad hebben om dan achteraf mijn bewerkingen nog verder goed te kunnen voltooien in mijn werkbeschrijving? Allemaal belangrijke dingen. Stel, ze zeggen van stik dat met een rechte steek en je weet van, dat is een naad, er gaat daar heel veel stress op zitten. Ik zou dat beter stikken met iets die steviger is.
Als je nu die steek die zichzelf inhaalt, bijvoorbeeld voor de achternaad van een broek, niet wil gebruiken, dan kan je ook altijd dubbel bestikken. Stikken en nog een keer ernaast stikken. Gewoon door het feit, omdat er twee stiksels naast elkaar lopen, ga je al een steviger effect hebben op die naad. Altijd zo belangrijk. Denk aan je omtreksmaten. Waar zit de stress? Altijd op je omtreksmaten. Bijvoorbeeld je naden. Ook al loopt je naad recht naar beneden aan je zijnaad, wanneer dat je gaat neerzitten en je hebt niet genoeg omtrek in je kledingstuk, niet genoeg bewegingsruimte in je kledingstuk op je omtreksmaten, dan ga je miserie. Want wat gaat er gebeuren? Je gaat neerzitten, dat volume vergroot, ga niet genoeg ruimte en dan begint het. Ofwel is je zijnaad die scheurt, ofwel is je met de rugnaad die scheurt. Het kan een beetje overal, dus je weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik vaak tegenkom, of wat ik vaak had dat in het begin dat ik naaide, en vooral het begin dat ik kinder zat, is wanneer dat mijn kinderen een kledingstuk aandoen of afdoen, wij gaan onze hand en onze armen daarin steken. Maar wat doen zij? Ze trekken daaraan en ze doen hun ellebogen uit elkaar. En het eerste dat je hoort is knak van in de naad. Alles dat ik maak in rekbare stof, stik ik met een zigzag. Als ik stik met mijn hammetje. Als ik stik met mijn overlok, dan haal ik dat probleem eruit. Maar heb je geen overlok? Nadenken. Heb je geen overlok? Wil je toch alles kunnen maken? Goed nadenken. Stof rekt, ja of nee? Stress op de naad, ja of nee? Daar ga ik mijn steek moeten gaan aanpassen. Daar ga ik mijn bewerking moeten gaan aanpassen. Allemaal heel belangrijk. Ik heb die steken allemaal een keer goed bekeken. Er zitten daar steken in dat ik zelfs in mijn functionele steken gewoon simpelweg nog niet gebruikt heb. Ik moet eerlijk zijn, er zit daar van alles in. Ik ga straks een keer een fotootje trekken en ik ga dat hier opzetten, zodat je dat ziet. Van mijn functionele steken gaat dat zien als het eerste kadertje. Heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 steken die ik effectief gebruik. Dus, versta je? Het is constant dat zo, Dus echt, als je machine koopt, denk goed na, wat ga ik ermee doen? Is dat functioneel? Ga ik dat gebruiken? Ga ik ooit gaan quilten? Ga ik ooit decoratieve steken? Wil ik borduren? Is dat wat ik wil? Ga ik dat daarmee doen? Keer goed over nadenken. Heel belangrijk. Ik ga je tonen, die zigzag wat ik bedoel met dat openstreken van die naad, maar je gaat dat zoiets gaan zien. Ik ga ook een keer die rekbare steken gaan naast elkaar leggen. De blindzoomsteek, ook altijd interessant om te weten dat die bestaat. Stel, een rokje of een broek en je wilt dat gaan blindzoomen. Ik ben er wel nog altijd van overtuigd dat wanneer je met de hand een blindzoom naait, dat dat nog altijd 10 keer beter is dan wanneer je dat met je machine doet. Je kan dat nog altijd onzichtbaarder doen, omdat je juist zo een steekje van die stof kan gaan oprapen met je naald. Nog altijd veel onzichtbaarder dan met je onzichtbare steek op je machine. Want die naald moet door die stof en je ziet altijd zowel dat puntje. Natuurlijk, wanneer dat in dezelfde kleur, je haar in dezelfde kleur heeft van jouw stof, is natuurlijk wel anders. Maar op zich, stel dat je zegt van ik heb heel veel last van mijn handen, ik zit met reuma of ik heb heel veel moeite met mijn handen, nog een keer op je naaimachine, er zijn voorzieningen voor om het jou makkelijker te maken. Maar natuurlijk, de vraag is, heb je al die steken al een keer uitgetest? Want dat is echt super belangrijk. Weet je wat dat er op jouw machine zit? Heb je er al een keer mee geëxperimenteerd? Stel bijvoorbeeld die coverlock steek. Coverlock lookalike. Ik ga hem ook tonen. Dat is een steekje die een mooie afwerking heeft aan de buitenkant, maar waarmee dat ik perfect kan afwerken aan de binnenkant in één beweging. Natuurlijk moet je een aantal dingen goed in dacht houden. Je kan niet zomaar je stuk onder je machine leggen, die zo mee vouwen en beginnen stikken. Het resultaat zal ernaar zijn. Wat heb ik gedaan? Ik heb die steek gebruikt op een French Terry. Ik heb hem ook geprobeerd op een tricot, maar op een tricot vind ik hem niet goed. Waarom? De persvoetdruk van mijn machine en de beweging van mijn ondertransport, die iedere keer heel de een boel vooruit duwt, die is te groot. En daardoor rekt mijn stof te veel uit. En omdat die steek zodanig dicht bij elkaar die figuur maakt, want dat is precies like een honingraadstructuur, dan zie je
dat die rekbaarheid vastgezet wordt vanuit de achterkant van je machine. Dus dat passeert door jouw machine, onder jouw persvoet, onder jouw transport. En die rekbaarheid, hij rekt dat uit omdat die druk te hoog is. En die druk kan je niet meer terug wegnemen wanneer dat gedaan is. Wat je wel kan doen, is voordat je begint te panikeren als dat eruit komt, eerst gaan strijken. Strijken, strijken, strijken. Zo belangrijk. Het persen van je naden, in combinatie met je steek dat je gebruikt, is extreem belangrijk. Als ik mijn naad ga openstrijken, ga ik niet onmiddellijk mijn naad gaan openstrijken. Ik ga eerst mijn naad dat ik gestikt heb, strijken, zodanig dat die steek zich verzinkt in die vezels van mijn stof. Dan pas ga ik gaan openstrijken. Bij die honingraadstructuur, of die coverlock lookalike, kan ik er allemaal doen, alles die in die functionele steken zit, ga ik een keer stikken, zodanig dat je het ziet. En ook een keer uitleggen waarvoor dat dat dient. Bij die honingraadstructuur ga je zien, heel mooie steek, mooi afgewerkt achteraan, maar je moet enkele stappen doen. Je zoom inspelden en afmeten. Je zoom persen, zodanig dat die vouw perfect in die stof zit. Dan ga ik mijn vouw, mijn zoom gaan rijgen op een halve centimeter of 0,7 aan de onderkant. Nog een keer, hoeft niet met de hand. Kan je perfect doen met je machine, gewoon dat het vast ligt. Dat het niet meer kan schuiven. En mensen denken van ja, het gaat dat doen. Nee, het is aan de bovenkant dat dat schuift. Weet dat? Je persvoet geeft zodanig veel druk aan de bovenkant. En er is een andere druk aan de onderkant. Dat dat over elkaar schuift in die breedte. Niet als zo, het is als zo dat schuift. En wat krijg je dan? Zo van die lijnen aan de onderkant van je zoom. En je strijkt dat en dat is weer relatief goed. Maar wanneer dat afgekoeld is en dat je dat draagt, dan gaat dat gewassen, krijg je dat terug. En je ziet dat er zo van die koorden die trekken. Dat wil zeggen dat je zoomie ligt niet perfect loodrecht op dezelfde plaats. Die is verschoven. Die is zo verschoven. Zie je? Dit is je vouw. Ga je zoom ingestreken. En in plaats van loodrecht op dezelfde plaats te liggen, is die beginnen draaien. Waardoor dat je dus die koorden krijgt aan de onderkant van je zoom. Intekenen. Omvouwen. Spelden. Strijken, rijgen, stikken. Veel mensen gaan zeggen, mooi, moet ik dat echt allemaal doen? Ja, sorry, ja. Wil je een mooie naad, wil je geen farsen en wil je niet al huilend die honingraadsteek gaan losmaken? Ik kan je overzien, je krijgt dat van de beste wil van de wereld, bijna niet meer los. Met zo'n steek wil je geen stappen overslaan. Want als je je zoom moet stikken en heel dat kledingstuk is gemaakt, hoe pijnlijk. Dat is verschrikkelijk als je dat dan moet losdoen. Echt waar. Had dan beter die stappen gedaan, dat ik zeg. Dus heel goed bij nadenken. Welke steeks ik aan het doen dat ik dat ga los moeten maken, had dat mijn serie zin. Ik ga me voorbereiden. Ik ga de voorbereidingen treffen dat ik moet treffen. Ik ga het een keer doen. Kan ik je tonen wat die honingsdraadstructuur is. Die decoratieve steken, wat kan ik daar nog over zeggen? Bij decoratieve steken is het grootste probleem je steekspanning aan je bovendraad. Veel mensen beginnen met decoratieve steken te stikken en die veranderen niks aan de bovenspanning. Maar wat doet een decoratieve steek? Die maakt een figuur. En omdat die zodanig dicht aan het doen is, wat doet die stof? Dat trekt samen daaronder. Maar dat is omdat die steekspanning van die bovendraad veel te hoog is en iedere steek dat hij zet, denk aan het fronsen, steek, stof verzamelen, steek, stof verzamelen, omdat die spanning van die bovendraad te hoog is. Dus, decoratieve steek. Eerst op een staaltje, wat je dan moet losdoen, is dat echt de hel en je wilt dat niet tegenkomen. Eerst op een stofstaaltje. Denk na, is mijn steekspanning, moet ik dat hier verlagen? Want je gaat hem nooit moeten verhogen. Zelf. Tenzij dat ik af en toe je machine ook een keer laat uitkeuzen, maar dat kan ook een verschil maken. Zit er stof tussen je spanningsschijven? Had die draad nooit die volledige spanning kunnen krijgen. Want dat zit vol met stof. Dus die draad kan niet mooi tussen die spanningsschijven geklemd zitten. Want er zit stof in de weg. Dus het kan er niet in. Dus altijd goed nadenken. Eerst op een stofstaaltje doen. Stofstaaltje van de stof waarmee je het gaat doen. Want anders, als je calico neemt, op calico lukt alles. Stevige stof, goede basis. Je stikt dat. Je denkt, een stukje stof dat ik hier liggen heb.
En dan ga je toen op een licht tricootje of op een licht katoentje. Dat gaat niet werken. Stofstaaltje van je stof waarmee dat je bezig bent, steken op testen. Eventueel de steken een keer doen en in een mapje steken. Hé? Hoe hou ik mijn patronen bij? Ik ga dat een keer tonen. Ik ga bijvoorbeeld mijn patronen en alle dingen die ik maak, ga ik bijhouden in grote enveloppen. Wat zit er daarin? Er zit daar mijn basispatroon zit daarin. Mijn uitgetekend patroon zit daarin. Mijn maten zitten daarin. Ik schrijf daarop hoeveel stof dat ik nodig had. Ik hang daar een stofstaaltje aan. Je ziet het ontwerp aan de voorkant. En wat ga ik dan nog doen? Stel, ik heb bijvoorbeeld een decoratieve steek gebruikt op dat patroon of op dat modelletje. Dan ga ik ook een keer dat decoratief steekje op een klein stukje gaan doen en ik steek dat daarbij. Stel, ik heb nog een klant bijvoorbeeld die zegt van, oh, dat kleedje dat je daar gemaakt had, dat was een heel mooi detail. Ze doen dat niet allemaal, want niet iedereen ziet de details, maar ze vindt het in het algemeen mooi. Dan kan ik gaan zoeken in mijn patronen, kan ik aan de klant tonen van, kijk, dit was het model, dit was de soort stof. Voelt daar een keer aan? Wat denk je daarvan? Is dat iets dat je mooi vindt? Versta je? En op die manier maak ik constant een naslagwerk van alle werken die ik gemaakt heb en alle afwerkingstechnieken. Zomen, rolzomen, speciale effecten dat ik gebruikt heb. Ik steek daar foto's bij. Soms schrijf ik daar een blad. Een blad, maar van alles en nog wat die erop staat. Van wat dat ik gedaan heb. Wat dat ik van problemen ondervond. Waar dat ik de volgende keer moet op letten. Wat dat ik beter zou doen. Maak naslagwerken van jouw projecten. Ook van je steken. Stukje stof, steek je erop in de map. Volgend jaar, twee jaar, al je dat uit. Zeg je van, ik heb dat een keer gedaan op een kledingstuk. Ik weet niet meer wat dat was. Ik weet niet meer welk patroon. Ik kan niet na 100 klanten kan ik niet meer zeggen van, ik kan dat wel, hè, maar enfin, op een duur ga ik dat niet meer kunnen. Want er is maar een gelimiteerd stukje ruimte nog over. Dus ik ga dat niet meer kunnen zeggen op het einde van de rit van, wat was dat weer, wat had ik dat weer gedaan? Had ik dat nu met de hand genaaid? Had ik dat gestikt? Was dat met mijn machine? Welke steekspanning was dat? Ik weet dat ik daar een probleem mee had, maar ik weet niet meer wat dat probleem was. Versta je? Maak een naslagwerk. Ook van je steken. Vrij interessant. Boekje maken van je steken, naslagwerk van je steken, naslagwerk van je patronen dat je gemaakt hebt, naslagwerk van de modellen dat je gemaakt hebt, problemen, tips, steekspanningen, steeklengtes, al die dingen, schrijf dat op, steek dat daarin. Goed. Zie, hier nog eentje. Hier zit er ook nog eentje. Dat zijn allemaal dingen, ik hou dat allemaal bij in van die grote enveloppen. En ja, ik gooi niet vaak iets weg. Ik ga hier mijn basissteken doen, maar je weet, rechte steek, fronsen, regen, stikken, bestikken, bij bestikken, naald aanpassen, draad aanpassen, steekspanning aanpassen. Goed op nadenken. Hier ook, aan de verschillende soorten steken, gaan ze ook af en toe zeggen, andere persvoet gebruiken. Mijn basispersvoet zit hier nu op mijn machine, maar ik heb er hier nog een aantal, bijvoorbeeld deze. Zie je? Kan ik in mijn basis erbij nemen. Maar eigenlijk verschilt dat niet zo superveel hoor. Je ziet hier twee verschillende persvoetjes. En wat is het verschil? Bij de een staat er een lijntje en bij de andere niet. Bij de ene zie je hier dat die gleuf heeft en bij de andere is die volledig toe. Dat zijn allemaal redenen waarom dat zo is. Maar de fabrikant gaat al een aanduiding gegeven hebben. Bij je siersteek doen moet dat met die persvoet. Dus daarom is het wel belangrijk om die handleiding nog te hebben. Ik denk misschien een keer na om dat op te zoeken online. Om eventueel een keer te kunnen gaan kijken wat dat eigenlijk, wat dat zou voorstellen. Bij mij staat er daar een klein nummertje bij. Er staat een grote nummer, bijvoorbeeld voor de steektype. Want ik moet dat hier in mijn computer ingeven. Bijvoorbeeld steek 10. Moet ik 10 gaan duwen? Kan ik een aantal dingen gaan aanpassen, zoals steeklengte of steekbreedte. Maar ook niet bij allemaal. Bij 10 bijvoorbeeld kan ik enkel maar de steeklengte gaan aanpassen. En ik ga dan ook een specifieke naaivoet nodig hebben. Bijvoorbeeld de 0. Dat is deze dat ik nodig heb voor mijn steek 10. En dat is hier open aan de achterkant. Wil je nu weten waarom dat open is aan de achterkant? Ga dan je handleiding gaan kijken. Ik ben ook zo iemand. Let op, hè.
ben ik zo iemand die bijvoorbeeld het lumineus idee heeft om een kast van IKEA te gaan halen en de handkleding in de vuilbak te gooien, omdat ik denk dat ik het wel kan. En dan uiteindelijk blijkt dat ik er niet aan uitraak en dat ik dan toch moet... Allee, handleidingen, ik vind dat saai om te lezen, maar aan de andere kant, je weet wel, ten volle wat je uit je machine kan halen. Kijk, goede reviews lezen, ook online, over de machines. Maar bijvoorbeeld, moet echt even kijken naar die Singer Heavy Duty. Ik vind dat een heel goed machientje. En ik heb er al heel veel over nagedacht om eventueel de deze hier te vervangen met zo'n Heavy Duty. Ik zou kunnen een machine, een industriële machine kopen. Dat is waar, dat is een hele goede machine. Dat heeft van alles en nog wat van extra snufjes erop. Maar aan de andere kant, ik kan daar alleen maar recht mee stikken. En ik heb toch graag nog de mogelijkheid om een aantal decoratieve steken extra te hebben. Een paar afwekkingssteken. Mijn zigzag bijvoorbeeld zou ik niet kunnen missen. Hey. Ik kan goed over nadenken wat je nodig hebt. En of dat de prijs die je betaalt voor de extra steken het eigenlijk wel waard is. Een keer goed informeren bij je goede verkoper. Koop dat misschien niet online. Hey. Koop dat binnen winkel. Zodanig dat er iets aan is dat je kan teruggaan. Koop dat lokaal. Probeer dat een beetje af te stemmen op elkaar. Had ik je raad gaan vragen? Had ik je gaan vragen? Bijvoorbeeld, waar moet ik op letten? Wat zijn de dingen dat ik belangrijk vind? Al die dingen, super belangrijk. Maar ook echt proberen om het volle gebruik van je machine te krijgen door te gaan experimenteren met je steken. Denken aan de steeklengte, steekbreedte, naalden, persgoed, steekspanning aan de bovenkant, soorten draad, soorten stoffen. Allemaal dingen dat je moet incalculeren. Wat ga ik gebruiken? Wat ga ik doen? Wat komt er daarmee in aanmerking? Hé? We moeten op heel veel dingen denken voordat we beginnen stikken. En als we dan maar op denken wanneer dat we aan het stikken zijn, zijn we eigenlijk te laat. Goed. Ik ga hier een keer tonen wat dat een decoratieve steek doet. Dus ik zit hier op mijn steek, mijn decoratieve steek met sterretjes. En wanneer dat ik stik, zie je dat die steek, dat die naald eigenlijk constant beweegt om die vorm te gaan maken. Dus je ziet dat dat eigenlijk wel een redelijke intensieve steek is voor je machine. En dat is eentje die ik vaak een keer zou gebruiken, bijvoorbeeld op de onderkant van een rokje of ergens om een detail te geven. Maar eigenlijk is dat niet iets die vaak bij mij gebruikt wordt. Als ik dat er nu uithaal, hoe ziet dat eruit? Je ziet... Een mooie rechte steek met dus van die kleine sterretjes op. Ik heb dat met blaadjes, bloemetjes, esdoornblaadjes, takjes ook met zo'n kleine nootjes aan. Tulpjes, sterretjes, hartjes, bolletjes, kleine volle bolletjes, lege bolletjes. Ja, zo'n beetje van alles zit er daarin. En je ziet wel onmiddellijk dat die steek zo een klein beetje zo al durven beginnen trekken. En ik heb eigenlijk ook al mijn spanning verlaagd, zodanig dat dat eigenlijk niet te hoog staat, dat dat eigenlijk al een eerdere losse spanning is, zodanig dat ik zeker ben dat mijn stof niet gaat samentrekken onder mijn persvoet. En omdat je eigenlijk zoveel steken doet, die naald gaat constant weg en weer. En iedere keer dat die naald in de stof gaat, heb je de mogelijkheid dat hij van de ene kant naar de andere kant zijn stof gaat samentrekken, omdat je draadspanning aan de bovenkant te hoog is. Dus je hebt een aantal decoratieve steken. Ik ga hier nog een keer eentje ernaast doen. Ook een hele mooie, heel tof, die 39 van mij noemt hij. Zie je? En hier begint hij eigenlijk al een beetje te blokkeren, omdat hij eigenlijk niet genoeg onder mijn persvoet ligt en daardoor heeft mijn transport niet genoeg pak aan mijn stof om dat vooruit te duwen. Een van de mogelijkheden om dat te voorkomen is om je draden achteraan een beetje vast te houden en een klein beetje te gaan meetrekken met je steksel. Hier zit ik alweer een beetje in een probleem. Kijk, zie, en dat bedoel ik dus met decoratieve steken. Ze zijn allemaal mooi, maar kijk, zie, bij mij gaat deze ook niet goed. Hoe komt dat nu? Waarschijnlijk omdat mijn stof ook gewoon niet genoeg pak heeft op mijn ondertransport. En ik denk dat ik veel meer zou moeten gaan meetrekken met mijn draden, zodanig dat ik eigenlijk een beetje help om die spanning intact te houden. Wat gebeurt er ook? Je ziet dat er hier hele dikke
bolletjes gevormd worden. En die bolletjes worden gevormd voor mijn persvoet. Niet per se voor mijn persvoet, maar in mijn persvoet. Ik ga even een naald nemen om het jullie te kunnen tonen. Dus waar worden die bolletjes gevormd? Hier eigenlijk in die opening. En wat is het probleem daarvan? Hier creëer je een dikte, maar die dikte kan niet onder je persvoet, waardoor dat eigenlijk heel de boel blijft steken. Dus dat is ook vaak een keer het probleem dat je ziet bij decoratieve steken, is dat dat allemaal mooi is wanneer dat, dat hierop staat, maar dat dat in praktijk niet altijd zo vlot verloopt. En het is dat ik wil zeggen met pas op, want de mogelijkheid zit erin dat je dus een heel foutief beeld krijgt van wat dat je eigenlijk wilde. Nu ben ik echt aan het meetrekken met mijn draden. Een klein beetje meer spanning gaan houden, zodanig dat dat iets vlotter verloopt. Maar ik heb nog niet de indruk dat dat hier nu heel goed en heel mooi gaat uitkomen, hoor. Het is veel beter als ik trek aan mijn draden. Maar je ziet onmiddellijk dat die zo'n klein beetje de mogelijkheid zou willen hebben om het samen te trekken. Dus sommige decoratieve steken zijn beter dan andere. Terwijl dat sterretje bijvoorbeeld wel een heel mooi effect gaf. En die dennenappeltjes zijn direct al heel wat moeilijker. Ik ga een keer de hartjes doen. Dat is bij mij nummer 43. Ik ga weer mijn draden vasthouden. Want dat is echt wel een van de beste tips dat ik kan geven aan mensen die beginnen met naaien. Zeker met decoratieve steken. Is altijd om je draden vast te houden achteraan. En een klein beetje spanning te geven. Als je dat niet doet, dan heb je dus het probleem dat je hier diktes creëert. En dat dat niet genoeg. Je ondertransport heeft niet genoeg macht om je stof en die verdikkingen dat je gemaakt hebt onder je persvoet door te duwen. Met de hartjes bijvoorbeeld is dat alweer iets helemaal anders, want die hartjes zijn gewoon steken. Dat zijn geen diktes. Zie je? Wanneer dat je met steken werkt, gaat dat veel beter. Maar diktes zijn meestal een probleem, omdat die persvoeten en die machines zijn daar eigenlijk niet echt voor gemaakt. Natuurlijk gaan er mensen zijn die zeggen van ja, ik heb dat ook en bij mij is dat geen enkel probleem. Dat kan heel goed zijn. Maar bij mij, ik heb dat al gemerkt, dat dat problematisch is. Dus als ik dit hier afdoe, dan zie je weer, kijk, mooie hartjes. Hier heb ik ook mooie sterretjes, maar die dikte is echt problematisch. Dus daar moet je echt bewust van zijn. Hè? Want stel dat je bijvoorbeeld een volledig rokje wil doen aan de onderkant met zo'n boordje eraan. En dat je mist ergens, of je zit hier ergens vast. Dan gaat dat een heel lelijk boordje zijn. En ik vind dat dan eigenlijk wel jammer dat je kledingstuk daar eventueel mee kapot zou zijn. Wat maakt dat maar een keer los, hè? Dus dat zijn eigenlijk die taksteekjes. Dus die steekjes die eigenlijk op één lijn stikken en af en toe platte steken. Hey, dus geen diktes, maar platte steken gaan het beste. Ik heb hier ook nog een hele speciale en dat is de 46 bij mij. We gaan een keer mijn naald, mijn draad nu niet vasthouden. Maar je ziet wel, kijk hoeveel steken dat die naald moet maken. Dus dat wil zeggen dat hij overal de mogelijkheid heeft om samen te gaan trekken. Dus hier ook. Dat is zo een siersteek. Een beetje Grieks geïnspireerd. Je zal onmiddellijk zien waarom. Wel een hele mooie steek. Bijvoorbeeld heel leuk om een katoenen blouse eventueel mee af te werken. Denk maar aan, ik zeg maar iets, een metaliek draad eventueel. Met een speciale naald dan. Zou je eigenlijk een hele mooie blouse kunnen maken. Een beetje bohemian-achtig. Maar ook hier, geen enkel probleem. Hij fronst niet. Hij is heel mooi achteraan. Hier ook. Heel mooi aan de voorkant. Maar weer, het is een platte steek. En die platte steken gaan beter dan die steken met het relief. Als ik nu de 64 doe, dat zijn de blaadjes. Ik denk dat deze wel alweer wat moeilijker gaat zijn. Dus ik ga weer mijn draden vasthouden. En ik ga een klein beetje spanning geven. Zodanig dat mijn machine een klein beetje meer trekkracht heeft. Juist dat klein beetje meer om die onderspanning een klein beetje te ontlasten. En onder dat mijn diktes eigenlijk net onder mijn machine doorgetrokken worden. Maar het is ook een mooi steekje, heel leuk om te gebruiken. Maar ook hier, als het misloopt, natuurlijk moeilijk om in te vallen. Want je kan de steek niet in het midden gaan beginnen herhalen. Dus dan moet je altijd bewust van zijn, hoeveel is het? Als ik mis, is dan een mogelijke optie om het uit te halen. Hier zie je het ook weer. Kijk, dat zijn zo van die kleine blaadjes. Op zich een heel leuk detail. Samen gecombineerd met andere dingen kan dat een heel tof effect geven.
Ik heb dan ook afwerkingssteken. De afwerkingssteken, zoals de overlock natuurlijk, maar wat hebben we daar als eerste in? Onze zigzag. Dus onze vertrouwde zigzag, die kennen we eigenlijk allemaal. Dat is 2 lagen stof. En we gaan onze zigzag erbij nemen, dat is nummertje 3. Je mag nu in principe ook wel kiezen hoe breed dat je die wil. Maar ik vind, als je dan toch aan het afwerken bent, neem dan een iets bredere zigzag. Dat heeft toch een klein beetje meer stevigheid. Ook proberen om niet constant te ver naast je naald te gaan. Dus echt proberen om je naald zoveel mogelijk stof te laten meenemen. En niet te ver eraf. Dus hem niet te klein maken. De volledige breedte van je zigzag op je stof te laten. Dus het is echt de kunst is om met je naald, als die terugkeert, net naast je stof te zitten. Ook proberen om zeker te zijn dat jouw zigzag niet tegentrekt. Want als deze tegentrekt, dan ga je zien dat dat helemaal gaat beginnen fronsen. En is dat heel jammer voor je afwerking dat je eigenlijk probeert te maken. Veel problemen met de zigzag komen door de spanning aan de bovenkant. En wat zie je dan? Je rand is afgewerkt, dus dat gaat, sommige stukjes gaan misschien nog altijd een klein beetje rafelen. Maar de bedoeling is, voor een afwerking van je naad, als je stuk geknipt is in de rechte draad, dan ga je zien dat de weving van je stof, als je met een katoen werkt, de weving van je stof is een draad die loodrecht loopt op de andere draad. Dus je hebt één draad die in de lengte loopt en een draad die in de breedte loopt. En het is eigenlijk de bedoeling om, als je knipt, ga je de draad in de lengte moeten kunnen afwerken, want deze gaat rafelen. Het is niet de draad in de breedte, maar het is de draad in de lengte die gaat rafelen. Zie, kijk, als ik hier aan trek, dat is de draad die in de lengte zit, die loskomt. En het is eigenlijk daarvoor dat we die steek nodig hebben. Die steek gaat eigenlijk die losse draadjes gaan verzamelen en samen binden in dat stukje tussen je zigzag, zodanig dat die niet meer weg kan. Want mensen zeggen dan van, ja, maar ja, gaat dat dan niet meer rafelen? Nee, want het is eigenlijk deze draden in de lengte van je stof dat we proberen samen te houden. Deze doen er niet toe, hè. Deze die zo lopen, dat is het probleem niet. Maar het zijn deze die in de lengte lopen dat we moeten proberen zo dicht mogelijk erbij te houden. Dat is een van de eerste afwerkingen, je zigzag. Ik ga die een keer afknippen, zodanig dat ik jullie de volgende steek kan tonen. Ik ga hem wel niet te ver leggen. Dus dat was je zigzag afgewerkt. En dan hebben we in mijn machine zit er nog een specifieke steek voor af te werken. En dat noemt de gesloten overloksteek. Dat is eigenlijk eentje om in één handeling alles aan elkaar te naaien en af te werken. Maar wel specifiek in stretchstoffen. Dus de randdraad voorkomt dat de stof eigenlijk gaat rafelen. Bij mij is dat nummer 7. Ik ga die een keer nemen. Ook weer denken aan je spanning, want dat is echt wel een hele belangrijke. Als je spanning te hoog staat, ga je geen goed effect hebben van je steek. Dus we gaan proberen om mooi die naald naast de stof te laten glijden. We gaan niet trekken. Maar hoe ziet dat er dan uit? Dit is de manier waarop dat hij er dan uitziet. Aan de voorkant gaat hij eigenlijk soort veetjes gaan maken. Maar je ziet dat die veetjes eigenlijk niet 100% gelijk zijn. En dat is een beetje de moeilijkheid aan afwerken met een machine. Met je naaimachine eigenlijk. Is dat je altijd toch een beetje kwaliteit verliest wanneer dat je gaat naar de afwerkingssteek. Ik heb bijvoorbeeld ook wel nog hier aan de achterkant heb ik nog een dubbel transport. Maar ik heb ook al gemerkt dat dat soms niet echt een... Hoe moet ik zeggen? Dat is soms geen geschenk. Soms staat erop dat ik hem moet aanschakelen. En doe ik het niet gewoon omdat ik vind dat het geen meerwaarde is. Maar wat doet dat? Dat helpt eigenlijk trekken. Als ik deze aanzet en ik ga mijn stof eronder plaatsen. Dus ik begin nu niet van het begin, maar ik begin gewoon iets verder. Puur omdat hij grip zou hebben op de stof. Dan kan dat zijn dat wanneer dat ik een steek kies, alleen al mijn rechte steek of mijn zigzag of andere dingen, gaat hij extra gaan meeduwen. Om eigenlijk die stof extra nog mee te trekken onder die persvoet. Ik ga nu nog een keer dat met die blaadjes doen. En we gaan een keer kijken welk effect dat geeft. Want dat was eigenlijk het meest problematisch. Dus die 38. We gaan even kijken of dat mijn dubbeltransport gaat met de kleine blaadjes, werkt hij heel goed mee. Dus je ziet, mijn blaadjes zijn mooi evenwijdig achter elkaar.
We gaan nu een keer deze doen met die dikkere blaadjes, zodanig dat we zien welk effect dat mijn dubbeltransport, dus mijn opzetbaar dubbeltransport, aan de bovenkant heeft op die verdikkingen. Ja, nee, niet veel. Kijk, want hij gaat zelfs al niet vooruit. We gaan even een klein beetje doorschuiven. En hem misschien toch een keer een klein beetje trekken aan onze stof. Niet te veel. Zie je? Ik ben er geen fan van, hè. Ik ga nog een keer proberen. Hij zit helemaal samen te trekken. Dus die steek is eigenlijk één dat ik eigenlijk zelf ook nog nooit gebruikt heb. Maar je ziet, die machines van mij, allee, dat zijn mooie siersteken. Maar die steken zijn echt niet gemaakt voor een machine zoals dit. Ik vind dat soms jammer dat ze dat daarop steken. Want dan geven ze je de indruk dat dat toch, allee, dat dat goed werkt. Maar bij mijn machine, ik heb dat altijd al gevonden. In het begin dat ik hem had, heb ik al die steken een keer gedaan. Puur uit, ja, omdat ik wilde weten hoe dat ze eruit zagen. Waren dat praktische dingen? Ja. Maar sommige werken gewoon niet. Daar zit er bijvoorbeeld een hele, hele moeilijke in. Die heel veel verschillende vertakkingen maakt. En dat is, voor mij is dat zo'n kruisjesteek. Maar het is eigenlijk echt een siersteek, hoor. Dat gaan ze eigenlijk echt gaan gebruiken als een siersteek. Er staat ook niks echt extreem bij. Er staan stiersteken, expression bij. Dus het is echt wel bedoeld als een siersteek. Dus het is zeker geen functionele steek. Maar het is ook een platte steek. Dus dat wil zeggen dat dat voor mijn machine dan wel weer een optie is. Platte steken die gewoon gestikt zijn, gaan heel goed. Maar vanaf dat er een verdikking in zit, is het echt merkelijk moeilijker. Maar dat is ook eentje die mooi is om te gebruiken. Ik hou mijn stof nu niet vast, gewoon omdat het gewoon recht stikken is. Er kan eigenlijk niet veel mislopen. En je ziet, als mijn spanning lager staat, dus mijn spanning staat niet te hoog, dat hij ook niet de neiging heeft om super hard te gaan trekken tussen die steken. Ga ik even stoppen en even kijken hoe dat eruit ziet. Ook hier, mooie steek. Leuk om te gebruiken, eventueel op kledij om een zomerblouse mooi mee te maken. Of om wat versieringen aan te brengen. Denk in combinatie bijvoorbeeld met mijn andere steken. Dat zijn wel mooie siersteken. Het is niet dat er daar iets mis mee is. Hè. Dus, maar natuurlijk, als er iets gebeurt met je draad of je draad springt, is het hernemen van je siersteek enorm moeilijk. Hè. Want je kan niet instellen waar dat hij begint en waar dat hij stopt. Nu zijn er nog een aantal extra steken die belangrijk zijn. Dus je hebt daarnet die taksteek gezien waar dat hij dus die twee stoffen aan elkaar gaat hechten en afwerken. Ben ik ook niet echt per se een fan van. Heb ik nog nooit gebruikt. De rijgsteek, die kennen we. Hé? Dus de rijgsteek is echt een steek om te rijgen. Maar er zit daar eigenlijk een klein puntje iedere keer opnieuw aan. Dus hij stikt een grote steek en dan doet hij een klein puntje. Dus ik ga hem een keer tonen. Kijk, zie. Hij gaat eigenlijk stap voor stap gaan rijgen. Ik moet iedere keer opnieuw op mijn persvoet duwen om de naald naar beneden te krijgen. Dus het is echt om te rijgen. Het is precies of je rijgt met de hand. Ik vind het een vrij raar iets. Ik heb het eigenlijk ook nooit echt begrepen waarom. Maar goed, als je dingen aan elkaar wil rijgen, is dat misschien iets dat je kan gebruiken, omdat je de snelheid kan gaan bepalen. Hoe meer en hoe vlugger dat je duwt, hoe vlugger dat die steek gaat. Maar, allee ja. Ik doe dat dan gewoon met een rechte steek en ik verhoog mijn steeklengte. Ik verleng mijn lengte van mijn steek en dan heb ik eigenlijk exact hetzelfde effect. Maar kijk, ja, je ziet, ja, het is een, ik vind het een heel raar iets. Ik blijf me verbazen over die machine, wat dat hij allemaal kan. En de helft heb ik er eigenlijk zelf eerlijk gezegd nog nooit van gebruikt. Als ik nu werk met zeer elastische stof, zoals deze lycra voor zwempakjes of turnpakjes, dan ga ik echt persoonlijk, als ik dat niet doe met mijn overlock, dus als ik niet de naden stek met mijn overlock, met twee naalden in mijn overlock, dan ga ik eerst mijn zoom op een centimeter stikken met een zigzag. En dan pas ga ik daar zie je? Dus ik ga hem stikken met een zigzag. Waarom?
Die zigzag is zeer, zeer elastisch. Dus een zeer elastische steek om te gebruiken. Zeker in turnkledij of zwemkledij. Maar ook, ik kan dat ook gebruiken. Om in één keer het een en het ander te gaan afwerken. Stel bijvoorbeeld, dit rokje heb ik gemaakt voor op haar turnkostuum. Dus je ziet dat ik mijn stuk heb aangezet. Dus ik heb mijn tailleband aangezet aan mijn rokje met een zigzag, omgeplooid. En ik heb hem niet ingeplooid, maar ik heb van de eerste keer, dus terwijl dat ik hier dit wilde afwerken en dit wilde bestikken, heb ik met een zigzag op die naad gestikt om in één beweging te bestikken en af te werken. Zie je? Dus het is een zigzag aan de bovenkant en aan de achterkant is die zigzag doorgekomen en heeft hij onmiddellijk die stof meegenomen om af te werken. Daarom is die steek wel super interessant om te gebruiken, omdat dat een heel gemakkelijke steek is en je kan daar eigenlijk alles mee gaan doen. Je kan appliceren, je kan gaan afwerken in één keer terwijl dat je stikt. Je kan je naden maken, dus je naden stikken. Bijvoorbeeld, hier heb ik nog één steek in mijn volledige gamma, waarin dat er staat een, dat iets is om eigenlijk je naden in één keer te stikken en in één keer te gaan afwerken. Dus wat staat er daarin? Dat is een zeer elastische steek, en decoratieve steek, voor het afwerken van elastische stof. Dus sowieso voor afwerking van sport- en vrije tijdskleding. Dus het is een hele mooie steek. Het noemt ook een overloksteek. Dus het is het tegelijkertijdig aan elkaar naaien en afwerken van elastische stoffen. En bij mij is dat nummertje 16. Dus als ik deze hier nu een keer naast mijn zigzag, ga ik het een andere kant nemen, zodat dat misschien beter zichtbaar is. Wat ik nog wil zeggen over die zigzag. Ik had daarnet in dat filmpje gezegd dat je dat dus moeilijker kon gaan openstrijken. En wat bedoel ik daarmee? De hoogte van je ene piek tegenover je andere piek, die maakt eigenlijk dat je dus die naad moeilijker kan gaan openstrijken. Waarom? Omdat je hier altijd met een hoogteverschil zit. Dus je ziet dat ik dat eigenlijk nooit echt mooi kan gaan openstrijken. Dus dat is een beetje het nadeel van te werken met een zigzag. Maar het voordeel is wel dat je super elastische stof hebt. Als ik nu ga kijken naar die andere steek, dus die overloksteek, die dus is om af te werken en te stikken in één keer. Ik kan daar een heel aantal dingen bij gaan aanpassen natuurlijk. Dan is iets dat mij onmiddellijk opvalt, dat mijn dubbele transport niet mag aanstaan. Kijk, zie, hij komt helemaal, hij begint allemaal samen te trekken. Dus zonder dubbel transport, want dat staat er niet op. In het boekje. Maar we gaan het nog een keer proberen. Dat gaat al veel, veel beter. Die gaat eigenlijk alles in één keer aan elkaar stikken en gaan afwerken. We gaan nu een keer kijken wat dat geeft. Dus wat hebben we? We hebben een elastische steek. Zie je? Elastische steek die ook onmiddellijk gaat afwerken. Het nadeel, je ziet het onmiddellijk, dat hij een beetje wil gaan golven. Zie je? Waarom is dat nu? Omdat eigenlijk, en dat vind ik juist zo interessant aan die zigzag. Met de zigzag heb je dat niet, tenzij dat je echt gaat trekken. Maar als je je stof gewoon mooi onder je machine laat liggen en je laat dat geleiden onder je persvoet, ga je daar weinig problemen mee hebben. Met zo'n steek zie je dat je toch al meer de neiging hebt om eigenlijk die rand te gaan uittrekken. Je ziet dat hij hier al wil beginnen golven en dat is door de druk van je persvoet en door de druk van je ondertransport die aan het duwen is. Ik vind dat een beetje jammer. Daarom zou ik veel eerder verkiezen om het met een zigzag te doen of met de overlok te doen. Omdat ik daar die ondertransport en die druk van mijn persvoet kan gaan instellen. En op mijn machine kan ik dat niet. Dat is het nadeel van geen overlok te hebben, is dat je niet zo veelzijdig bent in het afwerken van je naden in elastische stof. Waarom? Die druk van je persvoet en de druk van je ondertransport, die maakt dat je naden gaan golven. Het is veel interessanter als je geen overlok hebt om hem te stikken met een zigzag en het zo te laten, raar maar waar, dan alles te willen gaan afwerken. Want als je die afwerkingssteken gebruikt, dan zie je, je ziet het onmiddellijk, hé, kijk, hij draait naar daar. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk te veel druk heeft op die naad en dat gaat uittrekken.
Met je zigzag kan je dus perfect gaan appliceren, net zoals dat je hier ziet bij de turnpakjes. Je gaat dan alle stukken die je wil appliceren goed gaan vastspelden en je gebruikt je zigzag om eigenlijk mooi op de randen te stikken en alles te kunnen gaan appliceren. Als ik nu mijn naad dat ik gestikt heb met mijn zigzag nog extra wil gaan afwerken, bijvoorbeeld door een bestikking te geven, dan heb ik een aantal bestikkingsmogelijkheden voor elastische stoffen. Voor mij, dat noemt bijvoorbeeld de 18, dus dat is die flanelsteek. Dat is een zeer elastische decoratieve steek voor zoomafwerking van sport- en vrije tijdskledij. Dus ik ga hem een keer selecteren. 18. En daarmee kan ik dus mijn zomen of mijn naden extra gaan afwerken. Met een decoratieve steek kan ik daar een bestekking op geven. Zou ik dat nu doen? Ik ben eerlijk gezegd daar geen zo'n fan van. Omdat ik nog altijd bezig ben met het idee dat mijn druk van mijn persvoet en de druk van mijn ondertransport gaan maken dat mijn naden gaan beginnen golven. Ik ben er altijd heel bang voor. Want dat heeft een heel vertekend beeld. En we gaan even kijken hoe dat hij eruit komt. Relatief oké, heb ik de indruk. Kijk, maar je ziet het, hè? Zie je hem golf? Dus wat gebeurt er? Ja, kijk, je hebt echt... Die naad is echt uitgerokken. En wanneer dat hij plat ligt, dan zie je dat in golfjes. En dat wil zeggen dat je te veel gedaan hebt aan die naad. Te veel rek is er in die naad gegaan. Dus dat wil zeggen... Wanneer dat die persvoetdruk en die ondertransport trekt aan die stof, dan wordt dat vastgezet in die steek. En je krijgt dat daar zo goed als niet meer uit. Is dat nu extreem? Nee, maar je ziet wel die blaasjes hier. En hier zie je dat komen. En je ziet dat mooi, als je dat plat legt, zie je dat mooi dat dat hier helemaal aan het golven is. Is dat nu vermijdbaar? Je kan eventueel een keer proberen om daarop te gaan strijken. Maar ook weer, dat is lycra, dus daar moet je ook weer een beetje mee oppassen. Dat je daar niks verkeerd mee doet, eventueel met een doek erop. Maar aan de andere kant denk ik dan, is dat nodig om dit te gaan afwerken? Eventueel enkel om een zoom te gaan maken, maar in deze soort stoffen... Kijk, ziet schoon, kijk hoe dat die golft. Dat is echt duidelijk dat er veel te veel getrokken geweest is aan die stof. Maar je hebt mij niet zien trekken, hè? Ik heb hem gewoon laten doen. Dus... Dat heeft eigenlijk al een duidelijk beeld voor de mensen die tricot naaien en die altijd het gevoel hebben dat een naad uitgerokken is. Dat is daardoor. Dat is omdat er veel te veel druk van die persvoet en die ondertransport op je naad zit. Als we een coverlock lookalike willen doen, dan gaan we eerst onze zoom inspelden. Dus we gaan hem strijken, we gaan hem afmeten, instrijken, inspelden, heel de boel. We gaan nooit strijken over onze spelden, want bijvoorbeeld hier, dit zijn plastieke kopjes. Als dit op je stof zit en je gaat gaan spelden, gaan strijken over je spelden, dan kan dit gaan smelten. En wat ga je dan krijgen? Een vlek dat je er simpelweg gewoon nooit meer uitkrijgt. Ten tweede, ga je haartjes eigenlijk gaan bevestigen in je stof. Dus je naald maakt haartjes tussen je vezels en door erop te strijken blijven die haartjes veel beter zichtbaar. Dus dat willen we ook niet, dat willen we ook vermijden. En ten derde, je kan je zeer zwaar verbranden aan een speld waarop dat je gestreken hebt, omdat die echt gloeiend heet heeft. Dus we gaan dat ten alle tijde vermijden, daarom teken ik het met een krijtje af. Ik strijk het in, ik speld het, zodat ik niet over mijn spelden moet strijken. En nu ga ik met een gewone steek, maar een hele grote steeklengte, ga ik mijn gewone spanning gebruiken, wat wel niks anders dan een gewone steek. Ik wil niet gaan fronsen, dus een gewone spanning is goed. Grote steeklengte ga ik op persvoetbreedte hiernaast gewoon een keer stikken. Ik ga over mijn spelden stikken, gaat dat zien. Dus ik ga gewoon mooi naast mijn zoom blijven en ik ga dat gewoon lichtjes vastleggen. Deze steksel, dit steksel gaat er achteraf weer uit. Waarom is het gewoon puur om het mooi vast te leggen? Maar er is nog een andere reden. En dat is omdat je aan de achterkant zou weten hoe ver dat je verwijderd bent van je zoom, die je dus niet ziet. Die rand, je moet dus blind stikken, want als je een mooi effect wil hebben, afwerken en aanstikken, bestikken met een coverlock steek of met een lookalike coverlock steek, dan is de bedoeling dat hij vast ligt
en dat hij afgewerkt is in één beweging. Maar je stikt blind, dus je kan dat niet zien. Daarom heb je hier met deze steek een leidraad en je weet, dit is persvoetbreedte en dan zit ik op mijn stuk. Dus als ik mijn persvoet terug laat zakken naast deze lijn, dan weet ik dat ik hem mee heb en afgewerkt heb. Begrijp je? Dus wat ga ik nu doen? Ik ga kijken of ik een goede steek vind. Hey, je hebt een aantal steken die erop lijken. Ik zou bijvoorbeeld misschien een keer naar de 21. Dat is wel een leuke steek. Die ziet er wel mooi uit. Dat is eigenlijk ook een tricotsteek, die 21. Dus dat is ook om het stikken en het afwerken in één keer. Dus die past wel bij wat dat we eigenlijk willen bereiken. En ik ga met mijn 21, ik ga mijn persvoet geleiden tegen mijn rijsteek dat ik gemaakt had. Om dus te weten waar dat ik moet gaan stikken. Straks ga ik die reeksteek wegdoen. En dan hou ik eigenlijk mijn coverlock lookalike over. Terwijl dat mijn zoom afgewerkt is en bestikt is. Ik ga helemaal tot aan het einde stikken, zodanig dat je het echt goed ziet. Als je merkt dat je zou gaan afwijken, altijd mooi met je twee handen proberen om je stuk mooi te glijden onder je naaimachine. Dat helpt om bruske bewegingen te vermijden. Proberen met je twee handen lichtjes leiding te geven aan je stof. En nu zie je dus wel goed dat onze rijsteek eigenlijk een extra hulpmiddel was. Om toch onze coverlock lookalike mooi op onze stof te kunnen laten glijden. Ik ga dat hier een keer afdoen. Ik ga proberen om de linten van mijn rijsteek niet af te knippen. Want dat zou wel spijtig zijn. Ik heb hier zo'n klein mesje aan de zijkant van mijn machine. Dus wat hebben we nu? Ik ga het even mooi leggen dat je het goed ziet. Nu zie je, het hobbelt niet zoveel. Dus het is een steek die specifiek gemaakt is voor tricot. Je zal ergens misschien wel zo'n steek hebben op je machine. En dat is echt gemaakt. Die ligt mooi plat. Die gaan niet te veel gaan duwen. Maar ik weet dus, ik heb een mooie afwerking. En als ik hem draai naar de achterkant, dan heb ik mijn naad mee. Want die zit hier overal tussen. Dus die is afgewerkt en bevestigd in één beweging. Nu kan ik mijn rijsteek gaan lossen. Dus mijn rijsteek is eruit. Dus mijn leidraadsteek, mijn veiligheidsteek is eruit. En je ziet, ik heb een mooie afgewerkte zoom. Die en bevestigd en afgewerkt is in één keer. Zie je? Dus alles zit erin. En op die manier kan je toch dat coverlock effect krijgen. Zonder dat je een coverlock nodig hebt. Ik ben er geen zo'n fan van op tricot. Ik vind hem veel beter om te gebruiken op een French Terry dan dat ik hem zou gebruiken op een tricot. Dat was dus onze les over de steken. We hebben dus een heel aantal dingen gezien. We hebben de overloksteken gezien, de zigzagsteken om af te werken. Ik heb een keer een aantal siersteken getoond van op mijn machine en waar dat je dus moet gaan opletten. Dus zeker nadenken over je spanning, je soort stof. En hoe lang dat die siersteek is. Want hoe langer, hoe meer kans dat je hebt dat misschien eventueel, je weet nooit, je draad breekt. Of je spoelhuls is op. Of iets anders die misloopt. En dan is de vraag, hoe makkelijk kan je weer instappen in die siersteek? Zonder dat dat heel goed gaat opvallen dat er daar iets gebeurd is gaandeweg. Toch een beetje bij stilstaan. Zeker aanpassen voor je steekspanning. Zodanig dat je stof niet gaat fronsen onder je machine. Want die naald doet heel veel verschillende posities aan. Waardoor dat je eigenlijk meer mogelijkheden hebt dat je stof gaat gaat samentrekken. We hebben ook gezien dat de steekjes waar dat er relief op zit, dat die moeilijk gaan. Soms omdat je transport niet genoeg pak heeft. Maar ook vaak omdat die diktes die hij gemaakt heeft, eigenlijk niet onder dat persvoetje kunnen. Dus daar blijft hij steken. En wanneer hij trekt aan je stof, aan de achterkant, dan ga je zien dat die steek de ene keer lang is, de andere keer kort is. Dan zitten ze zoveel uit elkaar. Dus ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik ben er wel van overtuigd dat er zitten hier siersteken op, maar dit is geen borduurmachine. Dus daar mogen we toch een klein beetje bij stilstaan. We hebben die blindzoom gezien. Dus je ziet die puntjes
aan de juiste kant. Het is echt de kunst voor juist met je naald op dat vouwtje te zitten. Dus ook niet zo makkelijk. De vraag is dan of we dat dan misschien niet beter met de hand gaan doen. Al die dingen. Het is allemaal niet zo evident. Het is allemaal niet zo simpel. Hier onze rekbare afwerking voor het bestekken van badkledij en rekbare stoffen. Maar nog een keer, je ziet, als ik die plat leg, zie je dat die dus niet echt plat is. Dat die een beetje golft. Dat die een klein beetje uitgerokken is. Zie je? Je ziet dat die een klein beetje uitgerokken is. Dat die niet 100% zijn vorm behouden heeft. Dus altijd goed aandachtig zijn wat je gaat doen. Werk je met rekbare stoffen, altijd bewust zijn. Hoe meer druk van je persvoet en hoe meer druk van je ondertransport, hoe meer kans dat je stof, je naden, je bestikte naden, gaan rekken. En dat je dat dus gaat vastzetten in je steek, waardoor dat je dus die golvende naden krijgt. Onze flatlock lookalike op onze French Terry. Hoe gelukt op French Terry? Niet zo goed gelukt op tricot, jammer genoeg. Maar dat wisten we. En dan natuurlijk onze favoriet, dus sowieso de zigzag. Zoals bij dit rokje dat ik gemaakt heb voor op mijn dochter haar turnkledij. Dat is een gewoon simpel cirkelrokje. Er is daar een boord aangezet geweest met een zigzag. Bij het omplooien van de boord naar de binnenkant heb ik aan de buitenkant bestikt om aan de binnenkant in één beweging af te werken. Dus nog een keer, zo zie je maar, dat is nog altijd zeer, zeer, zeer rekbaar. Maar toch is mijn naad afgewerkt en heb ik bestikt. Dus met je zigzag kan je dat ook. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze les. En zijn er dingen dat je wil weten over je naaimachine? Voornamelijk over je boventransport en je ondertransport kan je kijken naar les 1. Wil je iets weten over je overlock en wil je daar dieper op ingaan? Dan kan je kijken naar les 2. Heb jij vragen over draadsoorten, dan kan je kijken naar les 3. En wil jij weten hoe dat je met naaiboekjes het beste omgaat en wat dat de tips en de trucs zijn om te werken met een naaiboekje, dan kan je kijken naar les 4. Je vindt alles van Modea op Modea Maatwerk via YouTube. Je vindt mij op Facebook in de Facebookgroep Beginnen Naaien met Modea. Ik heb ook een pagina van Modea waar je al mijn creaties kan volgen. En als er dingen zijn dat jullie willen weten, dan kan je mij zeker vinden op de naaigroep natuurlijk van Beginnen Naaien met Modea. Bedankt allemaal om te kijken en de volgende les is dan les 6 en ik denk dat die gaat over...